Welkom bij de Office 365 update van de maand januari, de eerste van 2021. Ook dit keer met mijn collega Armin Vink, beide vanuit huis. Hoi yes. Armin, ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Nog de beste wensen allemaal natuurlijk. Hopelijk op een mooi gezond 2021. Ja, daar gaan we voor. Zullen we eens gaan kijken naar de agenda? Yes, ik ga het op het scherm zetten. Als het goed is, is het nu volledig te zien. Ja. Hartstikke goed. Best wel een hoop updates zie ik voor deze maand. Ja, zeker. Ook weer natuurlijk veel kleine toevoegingen binnen Teams. Maar ook binnen andere apps. Dus daar gaan we weer lekker doorheen vandaag. En dan zijn we in een kwartiertje weer helemaal up-to-date. Yes. Nou, het eerste item gaat over de Office Portal. Ja. Er zijn nu voor elke zakelijke apps zichtbaar. Dat is natuurlijk wel een vernieuwing. Ja, als je natuurlijk met Office 365 werkt, dan is vaak portal.office.com via de browser natuurlijk je startpagina om vanuit daar al je Office 365 apps te benaderen, vanaf welke plek je ook bent. En nu hebben ze daar ook op dat startportaal de zakelijke apps toegevoegd. Dus dat betekent dat je eigenlijk vanuit daar ook heel makkelijk bij die apps kan komen. En dat houdt in dat je natuurlijk als je Business Central gebruikt of bijvoorbeeld Dynamics 365 voor Sales, dat je dat ook eigenlijk allemaal vanuit het startportaal kan benaderen. Dus dat is wel prettig dat je daar niet meer apart voor naar Dynamics 365 moet en dan daar weer apart naar een app gaan. Maar dat je eigenlijk direct vanuit je startportaal direct naar de juiste app toe kan. Ja, dat is een mooie toevoeging, zeker. Ja. Volgende item, breakout rooms. Hadden we natuurlijk vorige maand al het een en ander over laten zien. En is nu ook echt live gekomen. Ja, sinds 2 weken geloof ik, of 2, 3 weken is dat nu live. In de vorige update hebben we natuurlijk inderdaad al aangekondigd, omdat het best wel een tool is waar veel mensen op zaten te wachten. Ja. Iets wat natuurlijk binnen Zoom al langer beschikbaar was via een aparte licentie. Maar nu gewoon standaard binnen de Teams functionaliteit beschikbaar is. En dat zijn inderdaad de breakout rooms. Dus dat betekent dat als je met een hele club bent en je wil eigenlijk in die club in aparte groepjes iets gaan doen. Hè, dus stel je hebt een workshop georganiseerd en je wil dat mensen in kleine clubjes een opdracht gaan doen. Dan kan je dat dus binnen dezelfde teamvergadering organiseren. Daar heb je ook een apart filmpje voor gemaakt, Edwin. Superleuk. Dus dat is dat zie je nu ook afspelen zonder geluid. Het instructiefilmpje om dat te doen. Waarmee je dus aparte ruimtes kan configureren, mensen in die ruimtes kan zetten. Je kan aankondigingen doen naar al die verschillende ruimtes op het moment dat mensen daarmee bezig zijn. Je kan ze afsluiten, je kan eigenlijk alles doen waarvoor je fysiek wellicht allerlei ook verschillende ruimtes hebt, kan je nu gewoon digitaal via Teams doen. Dus dat is natuurlijk een fantastische toevoeging om wat meer ook brainstorm sessies bijvoorbeeld te kunnen doen. Hè? Dus meer ook echt productief aan de slag met elkaar in kleine clubjes binnen een teamsvergadering. Ja, dus dat is als je klaar bent binnen zo'n kleine sessie, dan kan je de mensen er ook weer gewoon bij de echte meeting bij trekken. Ja, klopt. Dus dan kan je ook aankondigen van nou, binnen 5 minuten gaan we weer met z'n allen terug naar de hoofdvergadering, om het zo te zeggen. Ja. Dan kan je het aankondigen, dan kunnen ze dat zien vanuit hun ruimte, zien ze die aankondiging binnenkomen. En dan kan je vanuit de hoofdvergadering, als organisator, kan je de vergadering sluiten, de ruimtes. En dan komt iedereen weer in de hoofdvergadering terecht. Daarvoor is het dus wel belangrijk dat je ook de organisator bent van de meeting, om dat te kunnen doen. Dus als je bijvoorbeeld zo'n sessie laat plannen door iemand anders, die dan niet bij die sessie aanwezig is, dan kan je niet die breakout rooms toepassen. Dus je kan het wel echt alleen maar als organisator doen. Maar als je dat in de gaten hebt, dan heb je er heel veel plezier van. Ja. Nou, een mooie tip denk ik, om eens uit te proberen. Absoluut, zeker. Het volgende item is audio instellen, vooraf aan de meeting. Komt natuurlijk al tijdens de meeting. Klopt, ja, ik denk dat veel mensen dit inderdaad al gezien hebben. Want het is eigenlijk het eerste wat je ziet natuurlijk op het moment dat je gaat deelnemen aan een vergadering. Ja. Is dat je direct de opties krijgt te zien om je inderdaad je audioapparaat, je microfoon instellen. Het is natuurlijk wel makkelijk als je gebruik maakt van verschillende apparaten of meerdere apparaten in bezit hebt die gekoppeld zijn aan je werkplek. Om dat meteen in te kunnen stellen. Dus dat is wel fijn dat je het direct kan zien. Zonder dat je dan in de vergadering nog van alles moet gaan doen om je microfoon aan te zetten. Dus vanuit daar kan je direct zien of het werkt. Ja.
Nou, volgende is berichten vastmaken in het kanaal. Ja, als je met z'n allen in een team bent en je bent daarin in gesprek met elkaar, hè, dus binnen dat kanaal van het team, dus meestal zal dat een algemeen kanaal zijn of andere onderliggende kanalen, dan kan je natuurlijk zien dat al die berichten best wel, het kan best wel een hele rits aan berichten veroorzaken. En dan kan je soms overzicht verliezen tussen wat nou echt belangrijk is. Hè. Dus stel je hebt ook een algemeen team met het hele bedrijf. Dan kan daar zomaar een bericht worden geplaatst over bijvoorbeeld de maatregelen omtrent COVID. En dat verdwijnt dan op een gegeven moment, omdat veel meer mensen daar natuurlijk ook andere aankondigingen doen. Terwijl dat natuurlijk wel belangrijk is. En natuurlijk kan je altijd zoeken naar zo'n bericht, hè, via de zoekfunctie. Maar misschien wil je als persoon toch dat bericht voor hebben staan, zodat je direct inzicht hebt in wat daarin staat. En dan kan je dat bericht dus vastmaken. Dat betekent dat je hem eigenlijk vastpint. En daarmee staat hij eigenlijk altijd direct in beeld. Zonder dat hij verdwijnt onder de rest van de berichten. Het is natuurlijk wel goed om daar met elkaar over af te spreken. Wat dan het verschil is tussen belangrijk en niet belangrijk. Ja. En wie dat dan mag doen. Maar het is in ieder geval een handig hulpmiddel om belangrijke berichten gewoon vast te pinnen. En dat kan bijvoorbeeld ook gewoon een uitleg zijn over waar het kanaal bijvoorbeeld voor dient. Hè. Dus als iemand nieuw in dienst komt en ze worden toegevoegd aan allerlei teams, dan zijn ze misschien even kwijt van wat is nou waarvoor. En dan heb je eigenlijk met zo'n vastgepind bericht meteen inzichtelijk van, oh, dit is wat hier zeg maar gebeurt. Hè, dit is waar dit team of dit kanaal over gaat. Dus dat kan heel, heel handig zijn. En dat zie je hier ook in het plaatje. Dat ik dus een testbericht heb vastgepind en dan zie je het ook in het groen staan met een groen pinnetje. Dus als ik hier meer berichten onder zou zetten, dan verdwijnt dat groene bericht, maar het verdwijnt niet. Hè. Dat blijft in beeld. Dus in die zin kan je dat ook een beetje organiseren. Dus dat is wel prettig. Ja, kun je ook meerdere berichten vastpinnen in het kanaal? Ja, dat kan. Ja, okay. Dat kan. Dan moet je natuurlijk ook weer uitkijken, want als je de 10 vastpint, dan heb je, dan zie je eigenlijk de rest van de berichten misschien niet meer. Dus daarom zeg ik, het is natuurlijk handig om daar een beetje wat afspraken over te maken. Maar dat kan inderdaad. Ja, dus als je meerdere belangrijke berichten hebt die je vooraan wil laten staan. Bijvoorbeeld een algemeen bericht inderdaad over uitleg van het kanaal. En bijvoorbeeld de maatregelen omtrent COVID. Dan kan je ze allebei vastpinnen. Oké. Okay. Volgende item gaat denk ik meer over het werkplezier ook. Complimenteren. Ja, klopt. Dat is denk ik ook al een functionaliteit die we veel op LinkedIn hebben gezien. Dat is natuurlijk een beetje de praise-functie, hè, waarmee je iemand kan complimenteren over hoe diegene zijn werk doet en hoe blij je daarmee bent. En dat kon ook al binnen Teams, maar het was eigenlijk een soort standaard één vorm. En nu heb je daar eigenlijk verschillende badges voor die je kan kiezen. Dus daarmee kan je het heel erg personaliseren. Het is natuurlijk ook een leuke manier inderdaad om bij elkaar aan te geven wat je van elkaar vindt en hoe blij je daarmee bent. Het is natuurlijk zeker leuk omdat je elkaar wat minder spreekt om elkaar gewoon te blijven complimenteren. Want je ziet veel minder mensen. Dus dan is het gewoon af en toe leuk om te horen dat je gewoon nog steeds goed bezig bent. Ja. En daarmee zou ik zeker aansporen om daar iets mee te doen. Hoeft natuurlijk niet altijd. Maar zeker gebruiken, want het is gewoon leuk om te doen. Ja, leuk. De volgende is de melding eigenlijk, wanneer een meeting gaat aflopen. Ja. Dat is denk ik ook wel handig, hè? Maar dat kon je ook ergens terugzien natuurlijk. Nee, klopt. Dan moest je echt weer terug naar de agenda om te kijken hoe lang je nou eigenlijk had ingepland. Dat is natuurlijk handig, omdat je wil productief zijn tijdens zo'n meeting. Hè? En je plant van tevoren natuurlijk een x-tijd in. Want tegenwoordig loop je niet meer langs elkaar en zeg je even van kom, we gaan even een uur ergens zitten. Maar je spreekt echt iets af, dus je zet iets in de agenda voor een bepaalde tijd die je vooraf natuurlijk inschat op dat je dat nodig hebt. En dan kan het misschien enorm uitlopen, omdat je gewoon puur heel veel met elkaar te bespreken hebt. En dan kan je misschien een andere meeting net mislopen of je loopt het ruimte mis die je had ingepland voor jezelf om bepaalde dingen te doen. En daarom is het wel handig dat Teams je nu een melding geeft op het moment dat een meeting gaat aflopen. En dus dat geeft je eigenlijk de tijd en de mogelijkheid om of tot afronding te komen. Of even met elkaar af te stemmen van oké, jongens, we zijn aan het uitlopen. Is iedereen inderdaad nog aan boord? Hè? Kan iedereen ook nog aanwezig blijven? Of plannen we misschien weer iets anders in om verder te gaan? Dus het geeft je wel even een beeld van waar zitten we in de tijd.
Zeker als je natuurlijk fullscreen gaat werken. Dat hebben we natuurlijk vorige keer in de update gemeld dat dat nu kan. Dus fullscreen Teams, dan heb je geen afleiding meer van mails die binnenkomen of andere meetings die gepland staan. Maar daarmee mis je misschien ook wel weer een besef van tijd. Dus in die zin is deze notificatie wel weer handig. Mooi. Het volgende item gaat rond om ondertiteling. Ja, want je kan natuurlijk, zoals wij nu doen, eigenlijk een soort live event plannen. Hè, waarmee je normaal gesproken natuurlijk publiek hebt waarmee je dat doet. Ja. En dat publiek kan natuurlijk zeker nu van allerlei nationaliteiten zijn. En dan is het natuurlijk makkelijk om dat bijvoorbeeld in het Engels te doen. Maar soms is dat ook geen mogelijkheid, hè, voor mensen die geen Engels spreken. En dan kan je ook gewoon stellen van, nou, we doen een webinar in het Nederlands. Maar we zorgen daarbij voor ondertiteling, dus naar Engels toe of een andere taal. En het mooie is dus dat het was al beschikbaar, die ondertiteling. Maar het mooie is dus nu dat Nederlands is erkend als taal om te kunnen vertalen. Want dat was voorheen niet aanwezig. Dus voorheen kon je dat wel bepalen van, nou, we gaan het in het Engels doen en we laten het vanuit daar vertalen. Maar voor nu herkent hij dus ook het Nederlands om daar ondertiteling in te verzorgen. Dus dat kan natuurlijk voor internationale samenwerking natuurlijk enorm nuttig zijn om daarvan gebruik te maken. Ja, handig. Heb je er zelf al mee kunnen testen, Armin? Nee, eigenlijk niet. Misschien moeten we dat straks even doen. Want misschien ken je het wel. Dat, je hebt nu tegenwoordig ook als je een voicemail achterlaat via Teams. Dan krijg je een soort transcript via de mail. Waarbij dat Nederlands, zeg maar, wordt vertaald. Of eigenlijk wordt niet eens wordt vertaald, maar wordt verteld in het Engels. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Omdat Nederlands dus niet werd erkend. Dus ik ga er eigenlijk ook een beetje van uit dat dat nu ook kan. Dus misschien kan ik dat straks ook even bij je proberen, dat ik een Nederlandse voicemail achterlaat. Om te kijken of jij ook een goede transcript ontvangt ervan. Omdat je zou stellen dat Teams nu Nederlands gewoon erkent als taal. Maar daar moeten we inderdaad even mee gaan testen. Dat zou ik sowieso iedereen aanraden, hè, voordat je überhaupt een live meeting doet. Doe dat nooit plotseling. Altijd eerst even een oefening. Want het zijn vaak wat serieuzere evenementen die je graag goed wil aanpakken. Dus test daar inderdaad mee. Nou, dat gaan wij ook doen. Ja. Gaan we jullie op terugkomen? Zeker. Nou, volgende item is je scherm delen vanuit de chat. Ja. Dat zie ik nu volgens mij rechtsbovenin. Klopt. Ja, dat is het bekende icoontje van het vierkantje met het pijltje. Waarmee je inderdaad inhoud kan delen vanuit je scherm. En dat kan dus nu ook direct vanuit de chat. Hè. Dus stel dat je even iets wil laten zien aan iemand. Dan moest je voorheen eerst in een vergadering met elkaar zitten om dat te kunnen doen. Maar soms wil je gewoon even snel laten zien wat je bedoelt. En dan werkt dit natuurlijk sneller. Dus dan kan je vanuit de chat direct de inhoud delen en laten zien wat je bedoelt, wat je wil laten zien. En dan kan je veel sneller met elkaar schakelen. Ja, handig. Het volgende item is eigenlijk ook rondom de Office.com portal en ook SharePoint. En dan gaat het met name over de Power BI bestanden. Ja, klopt. Nou, wat je binnen portal.office.com hebt, is natuurlijk die, wat ik vind, nog steeds de meest geavanceerde zoekfunctie die beschikbaar is binnen Office 365. Het komt al steeds meer ook naar Teams, hè, dat je daar steeds meer beter kunt zoeken door alles wat er in Teams gebeurt. In de chatgesprekken, in de bestanden, eigenlijk alles. Mm-hmm. Maar die zoekfunctie in portal.office.com, kan je nog steeds veel beter eigenlijk filteren van waar zoek ik nou precies naar. Hè. Zoek ik naar personen, zoek ik naar bestanden, zoek ik naar inderdaad gesprekken, e-mails, wat dan ook. En wat je had, is natuurlijk als je Power BI hebt en je hebt allerlei rapportages en dashboards daarbinnen, dan stond dat eigenlijk nog helemaal los van die zoekfunctie. En het fijne is dus nu dat als je die zoekfunctie op portal.office.com gebruikt, dat die dus ook in Power BI bestanden zoekt. Of naar dashboards en rapportages. Dus je kan ook veel sneller nu die zoekfunctie gebruiken om ook daar weer terecht te komen, zonder dat je naar Power BI zelf hoeft te gaan. Los je natuurlijk ook weer anders op door gewoon de juiste dashboards aan de Teams te hangen bijvoorbeeld. Hè? Dat je Teams gewoon echt houdt als je enige portaal. Maar voor mensen die heel veel met Power BI doen, is het wel heel handig om te weten dat dat dus ook nu kan vanuit die zoekfunctie. Ja, handig. Het laatste item gaat rondom het maken van bots, die je ook aan Teams kunt koppelen. Ja.
Ja, dat gaat met Power Virtual Agents. Dat is wel weer een aparte licentie van Office 365. Mm-hmm. Maar het is wel waard om het daarover te hebben, want het is een enorm fijne tool voor als je meer wilt digitaliseren omtrent hulp. Hè, online hulp eigenlijk voor van alles. En dat betekent dat je eigenlijk zonder al te veel moeite, zonder codes te kennen, kan je gewoon bots maken. Er staan ook templates in die tool. Dus daarmee je bijvoorbeeld een standaard HR-bot kan inzetten, die gewoon je vragen beantwoordt omtrent HR-zaken. En dus dan zou je kunnen vragen aan die bot van waar kan ik een declaratie indienen? En dan krijg je aan de hand van de tag, zeg maar declaratie, krijg je automatisch een aantal suggesties waarmee je verder kan. En dat kan natuurlijk intern enorm veel helpen op het moment dat je je afdeling gewoon bezocht wordt met allerlei vragen die je eigenlijk simpelweg via een bot zou kunnen beantwoorden, waarmee je veel sneller mensen kan helpen. Ja. En het fijne is dus inderdaad dat je daar dus geen code voor hoeft te kennen. Je hoeft daar dus ook niet per se een extern bedrijf of externe tooling voor inschakelen om je daarmee te helpen. Je kan het eigenlijk gewoon helemaal zelf maken en personaliseren. Dus het is wel iets om wat waard is om naar te kijken. Je kan ook een trial aanvragen waarmee je eens wat kan proberen. En je ziet eigenlijk inderdaad in het plaatje ook dat je dan een soort flow creëert. Hè? Dus je krijgt een soort triggers die je kan kiezen. Hè? Dus stel de term declaratie is een trigger. Dan kan je nog een extra vraag bijvoorbeeld stellen. Maar je kan ook meteen gaan voor een suggestie of een antwoord daarop. Of je verwijst ergens naartoe waarmee je eigenlijk direct hulp kan bieden. Dus het is zeker waard naar te kijken. En het mooie is dus ook dat je ze nu aan Teams kan koppelen. Dus dat betekent dat je ook weer, met betrekking tot dit, Teams gewoon echt als je centrale werkplek kan inzetten. Waar die bots dus bij inzitten om mensen eigenlijk direct daarmee te kunnen helpen. Met allerlei zaken die je natuurlijk in zo'n bot zou willen kunnen ondervangen. Eigenlijk alles is mogelijk. Ja, nou, gaaf. Ja. Zeker. Dus dat is een hele mooie tool om je gewoon eens te proberen. Als je daarmee, ook op je website bijvoorbeeld, hè, dat je daar een bot wil integreren. Kan gewoon eigenlijk allemaal met deze tool. Dus het is zeker iets moois om naar te kijken, mocht je dat interessant vinden. Mooi. Dan zijn we door onze items heen voor deze sessie. Ja. Klopt, ja. Ja. We gaan op naar een mooi nieuw jaar vol met nieuwe leuke functionaliteiten. Ik ben benieuwd hoe dat gaat, hè? Want hopelijk komt er natuurlijk dit jaar een einde aan de hele coronacrisis. En je ziet natuurlijk wel dat een enorm boost heeft gegeven aan allerlei nieuwe functionaliteiten, ook binnen Teams. Ja, zeker. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat de impact gaat zijn op lange termijn en wat voor mooie nieuwe functionaliteiten we gaan zien, die wellicht wel thuiswerken met Teams ook blijven bevorderen. Dus we gaan het allemaal meemaken. Ja. Nou, mochten jullie nog vragen hebben rondom samenwerken of rondom Teams, dan kunnen jullie een half uur gratis sparren met Arwin. Ja. Aanmelden kan via de website bsbsolutions.nl/teams. En dan kun je ook echt een half uur reserveren via de booking tool. Ja, je ziet erbij een kalender staan en dan kan je kiezen zeg maar, voor de dienst om met mij te sparren over Teams. Je kiest gewoon simpelweg een datum en een tijd en ik ben er dan voor je. Je krijgt dan gewoon een uitnodiging met een Teams link erin waarbij we met elkaar kunnen sparren. En het is gewoon claim je tijd, stel je vragen en ik bied je graag hulp. Ja, maak er gebruik van zou ik zeggen. Bedankt voor het kijken en tot volgende maand. Tot volgende maand.